gaan eigenlijk, ik ga op reis en ik neem meedoen met deze auto. En we nemen deze spullen mee. Oh. En de ene keer tapen we alles vast aan de auto. En de andere keer lijmen we het vast. Vervolgens gaan we dit parcoursje hier achteraf leggen. Eindigen met een noodstop hier. En dan kijken we hoeveel er nog op zit. Oké. Okay. Als eerste is het de beurt aan de tape. Zo, hier gaat het echt lekker hoor. We hebben de bank als zwaartepunt gebruikt, de rest er een beetje omheen getaped. Laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Nou, dat was een leuk ritje. De deur hebben ze vastgetaped. Nou, dan moet ik er zo in. Lekker bezig! Oh. Oh. Kijk die noodstop! Nee! Echt jongens, dit is echt heel erg goed. Ja? Dit vind ik dan wel weer leuk, want ik weet zeker dat toen je zat te kijken, toen we dit klaarmaken, toen dacht je, ik weet het niet met die gasten, ze rommelen maar wat aan. Maar dat blijkt dus heel erg mee te vallen. De tape houdt zich uitstekend. Het enige dat we verloren hebben is de ton en het tafeltje. Maar hoeveel blijft er aan de auto geplakt met lijm? Ik ben benieuwd. Hey dan! Zo hè? Ja, ik hoop dat die lijm even slecht plakt. Ja! Woe! Ja, nee! Kijk nou! Oh, nee. Oh, oké. Okay. Zit er nog wat op of niet? Bijna alles is eraf, maar aan de achterkant zit er wel. Dat is scary, man. Ik zou die hele bank eroverheen komen. En niet alleen een bank. Voor de eerste bocht vloog de tv er ook al af. Bij deze test was toch echt de tape het sterkst. Jammer, Tom. Oké, ik neem mijn verlies. Ja. Maar ik wil wel zeggen dat ik het stoer vind en leuk dat die aquarium nog staat. Gewoon. Ja. Nee, dat is waar. Dat is heel tof. En ik had ook niet verwacht dat die ton zou blijven staan. Maar als we kijken naar wie de absolute winnaar is... Ja, tape. Tape!